een heel goede avond. Morgen is het precies 80 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. We herdenken dan de duizenden soldaten die vielen in Flanders Fields. Maar 11 van de Belgische gesneuvelden valt die eer niet te beurt. Die 11 werden tijdens de oorlog terechtgesteld als deserteurs. Ze kregen de doodstraf omdat ze bevelen zouden hebben geweigerd. Over hun proces of over wat er met hen is gebeurd, was eigenlijk tot nog toe maar weinig bekend. En toch, toen in mei van dit jaar het oorlogsmuseum in Ieper openging, zei Benno Barnard in de openingsrede dat de strafdossiers netjes waren afgehandeld. Letterlijk, dat het handvol soldaten gefusilleerd werd na een verstaanbaar proces. En dat is vreemd, want hij had de dossiers nooit gezien. Wij wel. We waren de eerste om ze in te kijken en ontdekten dat het toch wel anders ging. Het heeft er meer de schijn van dat de militaire overheid voorbeelden wilde stellen in de moeilijkste momenten van de strijd. En dat de terechtgestelden niet noodzakelijk lafaards waren. Wat er met hen gebeurde in die donkere dagen van 1418, daarover maakten we de volgende reportage. Deel 2 in onze reeks Soldatenverhalen in het aanschijn van de vijand. Tussen 1914 en 1918 voert Europa de Grote Oorlog. Honderdduizenden soldaten sneuvelen door de kogels van de vijand. 11 Belgische soldaten worden geëxecuteerd door hun eigen makkers, beschuldigd van desertie of ongehoorzaamheid in het aanschijn van de vijand. 11 antihelden van wie het verhaal nooit verteld is. Het relaas van de laatste dagen van hun leven heeft nooit iemand gediend. Het paste in geen enkele goede zaak. Hun strafdossiers liggen al jaren opgeborgen in de archieven van het Justitiepaleis. Vandaag, na meer dan 80 jaar, heeft het krijgsgerecht ze vrijgegeven. Het kerkhof van Walem. Op 21 september 1914 worden hier 2 Belgische soldaten gefusilleerd. De oorlog is nog geen 2 maanden oud. De vader van Urbain Verbeme was getuige. Mijn vader wist dat toevallig, omdat die onderofficier dat het executiepeloton moest leveren, dat die bij hem dus gelegerd was. Hè. Maar in het dorp zelf wisten ze dat niet. Tevoren toch niet, hè. Achteraf wel. Hè. En mijn vader, mijn nog kameraden, die zijn langs achter dus, langs daar gekomen. En die hebben zich verborgen daar in die struiken. En van daaruit heeft hem alles kunnen volgen. Ja. De 2 militairen verblijven op dat ogenblik in het fort van Walem, dat deel uitmaakt van de Antwerpse verdedigingsgordel. Maar waarom laat de Belgische legerleiding hen executeren? Wat is er de voorgaande dagen en weken gebeurd? Op 4 augustus 1914 valt het Duitse leger ons land binnen. De Duitsers maken een grote draaibeweging richting Frankrijk. De inderhaast gemobiliseerde soldaten trekken vol enthousiasme naar de kazernes. Maar al snel komt aan de roes van de eerste dagen een einde. De ontgoocheling is groot, want het Belgisch leger is absoluut niet op de oorlog voorbereid. De infanterie is in volle reorganisatie en de artillerie is verouderd. Luik, het zwaarst gepantserde fort van Europa, valt dan na enkele dagen strijd in Duitse handen. Van dan af drijven Duitse troepen de Belgische soldaten voor zich uit. De Fransen en de Britten juichen de heldhaftige kleine Belgen toe, maar veel meer doen ze voorlopig niet.
Koning Albert beveelt een algemene terugtocht. De soldaten trekken naar de versterkte vesting Antwerpen. De legerleiding vestigt zich in de omgeving van Mechelen. Vanuit de forten van Walem, Sint-Katelijnen Waver en Duffel organiseert de leiding twee aanvallen in de rug van de Duitse legertroepen die verder naar Frankrijk trekken. Het zijn eigenlijk niet meer dan prikacties, maar ze kosten veel mensenlevens. Balans, meer dan 8000 gesneuvelden en gewonden. Enkele dagen later veroordeelt de krijgsraad van de 1e divisie 3 militairen tot de dood. Het zijn zogenaamd de eerste 3 deserteurs van het heldhaftige Belgische leger. Ze zouden hun post hebben verlaten zonder toestemming van hun overste. 1 soldaat wordt gefusilleerd in Mechelen. De 2 anderen in de buurgemeente Walem. De vader van Urbain Verbeemen heeft de executie stiekem bijgewoond. Die 2 Belgische militairen zijn dus begeleid door rijkswachters. Gendarmes was dat toen, hè. Naar hier gebracht. Die zijn hier tegen de muur geplaatst. Geblinddoekt. En het executiepeloton dat stond al gereed voordat de soldaten naar het kerkhof gebracht zijn. En die stonden dus daar. En dan heeft een officier dus de bevelen gegeven. Natuurlijk in het Frans. Dat was toen allemaal in het Frans. Repos sur place, fusil à l'épaule. En dan tenslotte het fataal bevel feu. Een van de geëxecuteerden is Alphonse Verdict. Zijn strafdossier vertelt het hele verhaal. Tijdens een rustpauze op de brug van Hofstade verliest soldaat Verdict zijn compagnie uit het oog. Hij stapt op met een volgende compagnie en meldt zich de volgende morgen bij de Rijkswacht. Niets aan de hand dus? De onderluitenant van de compagnie denkt er anders over. Hij beschuldigt Verdict ervan de bevelen niet te hebben opgevolgd en stuurt hem door naar de krijgsraad. Insubordinatie of ongehoorzaamheid in het zicht van de vijand, luidt de beschuldiging. De volgende dag al wordt hij geëxecuteerd. Normaal gezien had die executie moeten plaatsvinden op het fort van Walem. Maar op het fort van Walem waren 300 militairen gelegerd en dat zou natuurlijk niet verantwoord geweest zijn van daar een executie te doen in bijzijn van al die militairen. En dan hebben ze besloten van dat hier op het kerkhof te doen. Op het ogenblik dat Verdict en zijn maat terechtgesteld worden, staan de Duitsers voor de poorten van Antwerpen. De situatie van de Belgen is uiterst benard en de soldaten zijn moe en gedemoraliseerd. Harde bewijzen zijn er natuurlijk niet, maar wellicht moesten de executies gewoon het moreel weer aanscherpen. Maar niets kan nog helpen. De Duitsers zijn te sterk. Op 10 oktober valt de vesting Antwerpen. België zit bijna op zijn knieën. Wie kan, neemt zijn hele hebben en houden bijeen en verlaat de stad. Velen trekken de grens over naar het neutrale Nederland dat buiten de oorlog blijft. Ook soldaten die niet meer willen vechten mengen zich onder burgers. Vluchten naar Nederland is voor de ingesloten Belgische soldaten vaak de enige uitweg, want ze lopen het risico dat ze door de Duitsers krijgsgevangen worden genomen. De Belgische legerleiding denkt er duidelijk anders over. Zij heeft het over massale desertie. En toen heeft de commandant gezegd, raad die kant. En ze hadden wel een vuur getrokken. Moet de een alleen de ander al door. Maar ik ben bang om de luitenant te blijven. Hè. De luitenant zat in ons toen, dat ze niet alles meer doen. Want Sam zegt dat, of willen we de grens doen, zegt dat. Daarbij hebben we er swappers, daar hebben de niet aan de grens gesmeten. Hoor. Anders die waren, moet ik zeggen. Hoor. De exodus naar Nederland is massaal. Meer dan 1 miljoen Belgen, 1/7 van de bevolking, brengt oktober 1914 in Nederland door. De Belgen leven opeengepakt in tenten en barakken in Noord-Brabant en Limburg. Velen zullen na een paar maanden terugkeren. Meer dan 100.000 blijven tot aan het eind van de oorlog. Ook meer dan 30.000 soldaten trekken de Nederlandse grens over. Nederland ontwapent en interneert ze. Ze komen terecht in het midden of het noorden van het land.
Het meest bekend zijn de kampen van Harderwijk en Gaasterland. Hier is een kamp van de Belgen. Dit is een hele oppervlakte. Dat vind je een opvangkamp, ja, met tenten. Met tenten. Ja, en dat ben hier. Ik heb ze nou, want wij wennen hier. Hè. Ik heb ze nou wel gecommissioond. Als liedje jongen wie ik doe, zou ik me zeggen. Want ik weet het nog maar niet. Die manierde streken in die broeken. Dat was hier uniform natuurlijk. Hè. Maar ja, dat weer wat nijs. Och, allemaal kwamen met die sjeno. Want dat weer wat nijs. Dat waren vluchtelingen en dat waren Belgen. En... Ook dit terrein, een oude steenfabriek, schakelt de Nederlandse regering in. 1600 Belgen vinden hier onderdak. Dit was een compleet Belgisch dorp. Met een eigen school, met een eigen winkel, een eigen hospitaaltje. Hadden ze dus ook nog. En een eigen telefooncentraletje, die ook gelijk de militaire telefooncentrale was. Ze mochten er niet uit. Het was een, ja... Wij hadden later de woorden concentratiekamp, maar dat kun je natuurlijk niet vergelijken. Maar het was in ieder geval een kamp waarin ze opgesloten waren. Ze waren nog altijd geïnterneerd. Belgische soldaten die in Nederlandse kampen geïnterneerd zijn, kan de Belgische legerleiding niet meer terughalen. Maar er volgen wel maatregelen tegen al wie de grens nog niet over is. De gendarmerie krijgt de opdracht onmiddellijk alle militairen op te sporen die hun eenheid verlaten hebben. Want de overheid stelt vast dat vele militairen die als vermist zijn opgegeven tijdens de gevechten, gewoon terug naar huis getrokken zijn of zich verstopt hebben, in plaats van naar hun eenheid terug te keren. Na de val van Antwerpen blijft er maar één oplossing. De algemene terugtrekking achter de IJzer tot in de verste uithoek van ons land. Recruit Wouters was er met zijn compagnie bij. En zijn we direct over een brug van schepen, die ze aangelegd hadden op een schelder. Zijn we direct Schelde overgegaan en direct de Vlaanderen ingetrokken. En in de Vlaanderen, zo lang dat we daar bij geweer gelopen hebben, dat kan ik u niet meer vertellen, want dat weet ik niet. Want de ene nacht hebben we daar geslapen, de volgende nacht een eind verder. Dan was er weer eens een nacht dat we terug achteruit moesten. Want in de Vlaanderen waren Duitse ruiterijen. Van verschillende wapens, maar die in de Vlaanders rondliepen. En dan moesten we voorop passen. Want zelfs tijdens de terugtocht lopen soldaten het gevaar gevangen te worden genomen. Velen lopen er ook als landlopers bij. De legerkleding is verre van praktisch. De overjas is erg zwaar en na een fikse regenbui nauwelijks droog te krijgen. Het is een bont en uitgeput allegaartje dat in de Westhoek aankomt. Van de in augustus gemobiliseerde groep soldaten blijft nog ongeveer een derde over. Koning Albert hoopt dat zijn soldaten na de zware inspanningen wat mogen uitrusten in het noorden van Frankrijk. De Franse bevelhebbers zien het anders. Zij zetten koning Albert onder druk om de strijd voor te zetten en het leger onder geallieerd bevel te plaatsen. De koning weigert hierop in te gaan. Hij wil zijn mannen sparen en beslist met zijn troepen op Belgisch grondgebied te blijven. Maar van uitrusten is geen sprake meer. Terwijl Britse en Franse troepen zich ter hoogte van Ypres opstellen, moeten drie divisies Belgische soldaten postvatten tussen Westende en Diksmuiden. Midden oktober barst de eerste slag aan de IJzer los. Voor de Franse en Britse bondgenoten is het enorm belangrijk dat de Belgische troepen stand houden. Een immens karwei voor onze doodvermoeide soldaten die nog maar net aan het front zijn aangekomen.
De bezorgdheid van koning Albert om zijn leger is legendarisch. Maar de eerste slag aan de IJzer is nog niet gestreden of de krijgsraad beschuldigt weer 4 soldaten van desertie. Op 18 oktober veroordeelt de krijgsraad soldaat Leopold Noël tot de dood. Zijn luitenant stuurde hem in de buurt van Nieuw-Capelle op missie. Onderweg zag hij vluchtelingen die hem vertellen over de uitzichtloze situatie van het land. Op dat ogenblik ruilt soldaat Noël zijn uniform voor burgerkleren. We zien alle bal! Dat ene zwakke moment is hem fataal. Een dag later worden weer 2 soldaten, Gielen en De Vos, terechtgesteld. Albert Hubrechts, gepensioneerd gemeentesecretaris van Tongeren, is al jaren op zoek naar de ware toedracht rond de executie van dorpsgenoot Alfons Gielen. Ik was zelf emotioneel een beetje verbonden met de Eerste Wereldoorlog, omdat mijn vader, dus ook oudstrijder was, uit krijgsgevangenschap ziek teruggekomen en vrij jong gestorven is, toen wij heel klein waren. En ik heb mij altijd gevraagd, hoe komt dat? Die man is blijkbaar gesneuveld, staat niet vermeld met de andere oudstrijders op het monument. Wat is daarmee gebeurd? Ja, over mijn grootvader heb ik maar gewoon horen zeggen aan de van mijn vader, dat hem gesneuveld was in Nieuwpoort. Maar mijn vader heeft me al in gezegd waar hij geboren is. Het geboortehuis in Kleinespouwen. Voor de rest is er nog niks van gezegd. Ja, wij hadden dan een foto van hem in dat doodsbeeldje. Ja. En daarmee hield het dan ook op. Hè. Wat daarop stond, dat was het dan voor ons. Hè. Bid voor de ziel van zaliger Alfons Joseph Gielen, echtgenoot van Cornelia Kühne. Ik heb dan aangedrongen bij familie en zo, hoe komt dat? En bij mensen, ik kreeg daar geen antwoord op. Nee, praat er dan maar niet over. Maar Albert Hubrechts geeft de moed niet op. Hij zet zijn zoektocht verder. De vrouw van soldaat Gielen, Agnes Kühnen, heeft na de oorlog een aanvraag gedaan om als oorlogsweduwe stemrecht te krijgen. En zij heeft dat ook gekregen. En ja, ik denk, waarschijnlijk vind ik daar ook terug waarom. Alhoewel dat die in de braadslagen niet vermeld is. Ze wel aangeduid dat ze weduwe was van Gielen Alfons en dat die behoorde tot het 6e linieregiment enzovoorts. En dan vindt erin dat, en die verdwenen is, staat daar vermeld. Maar meer andere verwijzingen naar de omstandigheden van zijn dood zijn daar niet in vermeld. Volgens het strafdossier is Alfons Gielen samen met zijn compagnie aan het werk in de omgeving van Nieuwpoort. Hij heeft honger en gaat met zijn maat op zoek naar eten. De 2 mannen zijn rond 6 uur 's avonds terug in hun compagnie, maar de commandant laat hen onmiddellijk arresteren. De krijgsauditeur wil hen terug naar hun compagnie sturen, maar de majoor vindt dat een slechte beslissing, slecht voor de discipline, au moment de la crise actuelle. 3 dagen later krijgen ze de doodstraf. En als soldaat in het dappere Belgisch leger, heldhaftig gesneuveld op het veld van Eer te Nieuwpoort bij, de 19 oktober 1914. En na een vrij lange zoektocht ben ik tot de ontdekking gekomen dat hij in Kleinespouwen op de gedenksteen de naam stond, dat zijn de gesneuveld dus, Gielen Piet Alfons. De veroordeelde soldaten richten nog een genadeverzoek aan de koning en wijzen er de vorst op dat soldaat Gielen vader is van 3 kinderen. Hun verzoek wordt afgewezen. Drie dagen later volgt in Pervijze een 4e executie, die van Victor Remy. Componist Frits Celis hoorde meer dan eens het verhaal van zijn vader. Vanaf oktober 1914 eist de legerleiding dat strijdmakkers van de veroordeelde aanwezig zijn bij de executie.
Het vonnis voorlezen volstaat niet meer. De soldaten moeten geconfronteerd worden met de dood. De vader van Celis was zo'n verplichte getuige. En hij heeft mij altijd verteld dat op een gegeven ogenblik in een wei naast de baan naar Pervijze toe een soldaat terechtgesteld is door de gendarmen, zoals men ze toen nog noemde. En die man werd er dus van verdacht of van beschuldigd gedeserteerd te hebben. Of zijn wapens weggegooid te hebben. In ieder geval, hij werd tot voorbeeld gesteld. En dat werd hen dan ook meegedeeld. Dat het om die reden was dat die man dus daar standrechtelijk geëxecuteerd werd. Hè. Op 25 oktober, enkele dagen na de executies, keren de kansen. Op voorstel van Karel Kogge, opzichter van de watering in Veurne, laat het Belgisch commando het gebied tussen de spoorlijn Diksmuiden-Ieper en de IJzer onder water lopen. Eindelijk is de Duitse opmars gestuit. In november volgt nog even een verrassingsaanval. De Duitsers slagen erin Diksmuiden in te nemen. Dan valt alles stil. De slag aan de IJzer is voorbij. Het front verplaatst zich naar Frankrijk. De Stellingenoorlog kan beginnen. En meteen is ook duidelijk dat deze oorlog niet snel afgelopen zal zijn. Voor veel soldaten wordt de kille, ondergelopen vlakte maanden, zelfs jarenlang de enige horizon. Een strook niemandsland. Op sommige plaatsen 30 meter breed, op andere 3 kilometer. De soldaten schikken zich naar het nieuwe ritme dat de oorlog hen oplegt. De legerleiding maakt van de tijdelijke rust gebruik om de troepen te reorganiseren, de uitrusting te moderniseren en een nieuwe lichting 18 tot 24-jarigen op te roepen. Ze komen uit het stukje onbezet België of zijn eerder al naar Nederland, Frankrijk of Engeland gevlucht, zoals Henri d'Asseville. Zeker 12, 14 allemaal. Belgische jongens die uit in Holland woonden, waar wij te samen op een maalboot gezet die vissingen voor Volkston. En in Volkston, daar stond er een militair, maar we waren er allemaal in burgers. Toen waren wij al gewoon wat militair was. Dan heb ik daar vier maanden in Bardeville geweest in de centre d'instruction. En vandaar werd er dan uitgekozen dat Waffencompagnie en Waffenregiment ging. En dan hebben we 3 maanden hebben we de genie de opleiding volbracht. En dan zijn we op zekere dag zeiden ze, je vertrekt morgen dat vond. Maar de datum, ja, zie, dat kan ik niet meer herinneren. Hè. Maar ik weet wel dat we juist de dag voor kerstdag op het front gekomen zijn. Aan het front maken de nieuwkomers kennis met de Anciens en met de Britse en de Franse soldaten. In de eerste oorlogsmaanden houdt de routine van het graven, aarde dragen, prikkeldraad spannen, loopplanken leggen, mijlenlange marsen afleggen van en naar de tranchées voor de wacht, de soldaten op de rand van de uitputting. 2 dagen op de eerste lijn, 2 dagen op de tweede lijn, 2 dagen op rust. Mensen, als je dat bezie. Wij zijn op rust. Maar we moeten de eerste lijn aflossen deze nacht. Dus van slapen gaan, geen kwestie. Als het goed donker was, vertrokken wij en we gingen van de eerste lijn. Wij twee moesten dat de Bayonne Lamor, moesten we zien waar we kleins moesten placeren, omdat de Duitsers recht in het ons tranché kon schieten. En toen stonden wij te discussiëren
waarom wij dat overdag moesten doen. Werd er een schot gelost en die vloog misschien 5 centimeter van mijn hoofd weg. Het is relatief rustig aan dit deel van het front. Maar ook als er niet geschoten wordt, voeren de soldaten oorlog. Tegen de modder, de ziektes en het ongedierte. Toen ik niet mocht erin komen. En dan moest ik ook zelf eruit trekken. Maar overal wordt er niet, maar het wordt volgemaal vaak. Overal zitten ratten. Ze maken het bewaren van voedsel onmogelijk. Nee, je moest alles opeten. De ratten zouden erbij weg geweest hebben. Ratten? Mijn hoepen. Mijn hoepen. Oei, oei, als je de wacht stond, zo'n opbreed, alleen maar dat zal drinnen, en die opbreed zal drinnen. En die kruipen die opbreed in en die kwamen daar eten. Dan komt de man net, dat was iets vreelijk. Dat was iets vreelijk dan. Het ergste zijn de wintermaanden. Bij het aflossen moeten de wachten vaak gedragen worden omdat hun voeten bevroren zijn. De Belgen blijven buiten de grootste slachtpartijen van de oorlog, maar ze krijgen wel degelijk hun portie van de gruwel. Ik heb ze allemaal zien liggen. Ik weet niet of er dode paar waren. Dat weet ik niet. Maar ik weet dat er geen ene was die nog recht stond. Als een jong bij een legenaar. En hij houdt zo zijn been vast. Ik wist niet dat ik zo'n schoon vlees had, zegt hij. Zo dood kalm weg. Ik wist het niet, zegt hij. En dan vraagt hij aan een kameraad, want we hebben verschillende legenaars, en we zijn allemaal in hetzelfde peloton. En dan vraagt hij een sigaret aan, en ze beginnen te roken. En zijn been tot over zijn knie, schoen af. Hij wist dus zo dat hij afgezaagd hebben. Of afgesneden hebben. Het artillerievuur dreunt soms dagen aan een stuk. Het geluid alleen maakt de mannen gek. Dat is schrikkelijk geweest, hè. Maar dat kind allemaal niet wat bakken, maar dat zou gezien hebben. Dat kind allemaal niet wat liggen. Dat was mijn standvastige. De metrieuzen die gingen en dan schouders van boven. Links en rechts, dat was niet zo. Dat was zoiets. Maar ja, het geschiet is tevreden. Dat is mijn standvastige, allemaal schieten. Die is goed op de andere. Het leven, ja, als je de ene keer werd er achtergeschoten met mitrailleurs. Dat ze iets gezien hadden. Als we tussen twee lijnen overdag durfden lopen voor pinnetjes eraan te zetten, dan kon je rekenen dat je een hoop machinegeweren op je kreeg. En dan viel het er door je, hè? Zodat wij allemaal s'nachts gedaan. Ja, ik heb het zoveel gezien. Als ze mij aan boom worpen, dan vlieg je die lagen nog tegen. Als ze erin worpen, dan vlieg je de lagen nog tegen. Ja, dan zie je dat leren als ze sterven zijn, ja. Op de kerkhoven achter de loopgraven groeit het aantal kruisjes.
Maar niet alle gesneuvelden kunnen begraven worden. Velen blijven achter op het slagveld. Mijn ontbinding, je kunt dat niet geloven, het is bijna niet uitstaanbaar. Maar mijn ontbinding is veel erger dan een dier die een ontbinding is. We kosten die lichten niet meer veranderen. En we doven orde. Nee, we laten en we orde erop op de lichten. Maar in ieder sectie woont er man met ketels met kalk. Moest niet eens kalken die lichten smitten. En dan die orde erop. Soms kan een soldaat zijn schrik niet meer de baas en gaat hij zich heel eigenaardig gedragen. Mensen die beginnen rondlopen als een kip zonder kop, bij manier van spreken. Tijdens een zwaar bombardement op zoek naar een veilige plaats, op zoek naar beschutting, naar bescherming. Dus mensen die totaal de bewuste controle over hun gedrag verliezen. Belgische soldaten hebben het over de klop krijgen. Voor de Britten is het shellshock. Maar de legerleiding weet er geen raad mee. Vooral het hoger kader, dus officieren en hogere officieren, hadden over het algemeen een heel negatieve kijk op shellshock. Die beschouwden militairen met shellshock als zwakkelingen, als profiteurs, als plantrekkers of carotiers. Het Belgische stuk van het front was minder mobiel dan het Britse bijvoorbeeld. Maar ze hadden toch heel wat factoren gemeenschappelijk. Ontbering, klimatologisch, maar ook de angst bijvoorbeeld. Angst voor de dood. De dood kon ieder moment komen. Sluipschutters, bombardementen. Angst en machteloosheid ten opzichte van de nieuwe wapens. Vlammenwerpers, chemische wapens, tanks, vliegtuigen. Dus heel wat psychologische factoren waren toch gelijk. Dus daaruit kun je afleiden dat er toch heel wat Belgische militairen moeten zijn geweest. Die ook... Ja, die die last van de oorlog niet meer konden dragen. Je moet gekocht inwegen. Waar loopt dat heen? Gekocht wil gaan lopen, maar ze pakte niet van haar. Hè. Dan stoken ze in de bak. Ja, dan krijg je niet te veel leiden. Dan word je constant tegen de rood. Vanaf de lente van 1915 zijn de tranchées, de loopgraven, beter uitgebouwd. Op de meeste plaatsen liggen planken. Achter de eerste linie hebben de soldaten ondanks beschietingen en regen een netwerk van tweede en derde loopgraven, hulp- en verzamelposten aangelegd. Op 22 april 1915 wordt alles anders. Voor de soldaten in de tranchées is het een dag die ze nooit meer zullen vergeten. De datum is een beetje toeval. De Duitsers moesten wachten op de goede wind, omdat in het begin was een gasaanval gewoon gas loslaten uit cilinders. En de oorspronkelijke bedoeling was om het te doen op Hill 60, hier even verder. Maar er kwam maar geen oostenwind en dan heeft men maar de zaak ook verlegd naar het noorden toe, dus tussen Steenstraat en Schrijboom, Langemark, Poelkapelle. En bij de eerste fikse noorderwind heeft men het gas losgelaten op 22 april om 5:30 in de avond. En opeens, dat was in de namiddag, dat kan 4 uur, voor de, of na de 4 nog geweest hebben, dan horen we niet eens roepen, de Duitse tracees er in brand. Natuurlijk, dat waren gewoon zien, hè. En dan was de, van alle kanten kwam die smoer, gas, dat wist niet wat dat was, maar wat ook, dat is maar smoer. Maar op maans hoogte ging die gas boven de grond. Toen hij bij ons op kans was. Maar dan, die Fransmannen zaten rechts van ons, voor ons. En die zagen me afgelopen komen. Half verstikt, met de hand aan de mond. Ze waren dochter van mij, dat zijn. Dat is, die zijn gestikt of hier of daar. Dan worden er al die riepen, dat is gas. In de eerste lijn sterven binnen enkele minuten vele honderden soldaten aan de geel-groene gassen. De geallieerde troepen zijn op deze aanvallen absoluut niet voorbereid. Dat was natuurlijk een verrassing. Maar ze wisten wel hoe we gaan verhelpen. Want gasmaskers hadden we nog niet. Dan was het enigste middel om toch iets te doen. Die zakdoek pakken. Die zelf
goed bevochtigen. Maar je gebrek aan een proper water. U begrijpt wel wat dat was, hè? Doe het gewoon. Ben je gepakt en doe het goed opgewaterd. En dan voor het gezicht. Later komen er betere, meer gesofisticeerde gasmaskers. Maar de angst voor het gas zit er bij alle soldaten diep in en terecht, want het blijft niet bij die ene gasaanval. Tegen de achtergrond van al deze gebeurtenissen worden in Pollinkhoven weer twee soldaten voor desertie gearresteerd. Eén van hen is Henri Reins, een 22-jarige fabrieksarbeider uit Sinaai. Hij moet voor de krijgsraad verschijnen. Bij elke ondervraging vraagt Reins dat zijn zaak en langue flamande zou worden gevoerd. Maar alle documenten van zijn dossier zijn in het Frans opgesteld. Que le prévenu se présente. Reins Henri, 1er régiment de carabiniers, 3e compagnie, 4e bataillon, numéro de matricule 56564. Le nommé Reins Henri a abandonné sa compagnie se rendant aux tranchées devant l'ennemi à Zutskot le 27 avril 1915. Reins heeft al heel wat meegemaakt. Tijdens de terugtrekkingstocht is hij eind september opgenomen in de kliniek. Pas in april komt hij weer aan het front en dan beginnen de problemen. Pourquoi avez-vous abandonné votre compagnie? Omdat ik schrik had. J'ai peur. Où êtes-vous resté pendant votre absence? Ik zat in de schuur, dans une ferme, in Reningen. Wat gaat er om in het hoofd van Reins? Op 23 april moet zijn compagnie naar de loopgrachten in Steenstraten, waar een dag eerder de eerste gasaanval heeft plaatsgehad. Heeft Reins de slachtoffers van het gas gezien? Y a-t-il des témoins? Pas de témoins. J'ai une déclaration du capitaine. Alfred Clavaro, capitaine. Strijdmakers van Reins worden niet gehoord. Zowel naar vorm als naar inhoud roept het proces Reins heel wat vragen op. Want ook zijn medisch dossier is niet opgevraagd. Wat de man voordien heeft meegemaakt, speelt voor de legerleiding blijkbaar geen rol. Zij stelt nog maar eens een voorbeeld. Avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Le conseil de guerre déclare Reins Henri coupable de désertion en présence de l'ennemi. Ordonne que l'exécution ait lieu devant les troupes de son régiment. Le jugement prononcé à votre charge est sans appel. Juni 1915, de tweede slag om Ypres. Ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Elisabeth dient minister van Oorlog de Broqueville een voorstel in om de strafmaatregelen voor deserteurs te hervormen. Ja, dus er is een hele hervorming gekomen. Sommigen zeggen op persoonlijke tussenkomst of na persoonlijke tussenkomst van de koning. Daar is weinig over bekend. In ieder geval, vanaf juli 1915 heeft men een systeem van eerherstelcompagnies. Dat waren eenheden van gestraften, maar die nog altijd dienst uitmaakten aan het front. Dan stoken ze in de bakken, dat ik gestraft was, omdat ik gestraft was, stoken ze in de bakken. Maar dan moest ik een paar die compagnie mee komen. Hè. In een andere compagnie, in een andere van... In dingen van de gestrafte, daar moest ik inkomen. Maar op de andere plaatsen niet. Een eerherstelcompagnie is eigenlijk vooral bedoeld om een aantal werkjes te laten opknappen aan het front die anderen eigenlijk niet willen. En dat gaat dan van
latrines graven en schoonmaken, tot het begraven van doden, ophalen van gewonden in niemandsland. Dus het is niet zonder gevaar dienen in een ereherstelcompagnie. Brancardier Herman Gielis, de oom van Piet Gielis, grijpt de kans op eerherstel en ontsnapt zo aan het vuurpeloton. Wel, hij heeft dus 2 jaar strafcompagnie gehad in de gevangenis van Dijon. Nadien 3 maanden Césambre. En dan van april 1917 wordt hij toegevoegd aan de rehabilitatiecompagnie, de eerherstelcompagnie van de 2e legerafdeling tot 1 oktober 1917. En vanaf 1 oktober 1917 neemt hij weer zijn positie op als brancardier in het 7e linieregiment tot aan het eindoffensief. En dan sneuvelt hij in de eerste lijn. Alles bijeen zijn een paar honderd Belgische soldaten ter dood veroordeeld. Maar na 1915 is niemand meer geëxecuteerd. Dat lot bleef gereserveerd voor de 11 antihelden van deze historie. November 1918 kwam er een einde aan de Grote Oorlog. 21 jaar later brak de strijd opnieuw los. En daarover hebben we het volgende week. Over de Tweede Wereldoorlog, over de strijd aan het Oostfront. In 1942 kwamen duizenden soldaten van het Rode Leger vast te zitten in het moerassige gebied onder Leningrad. Ze werden omsingeld, uitgehongerd, bijna alle mannen kwamen om. Maar pas nu, meer dan 50 jaar later, worden hun lichamen geborgen door jonge Russen die vrijwillig ook op zoek gaan naar nabestaanden. Zodat vrouwen, kinderen, broers, zussen eindelijk kunnen rouwen bij een graf. Waarom het zo lang duurde eer de mannen rust kunnen vinden, waarom de jongeren speuren naar skeletten in het moeras. Daarover hebben we het volgende week in Historisch. Heel graag tot dinsdag.